Voorzitter, voor mij gaat politiek over strijd. Strijd tussen ideeën, tussen visies voor de samenleving. Strijd omdat je vindt dat anderen het niet goed doen en je het dus beter wil maken. Voorzitter, dat betekent dat ik ook niet vind dat we dit debat moeten gebruiken om onszelf de hele tijd te recenseren. Als iemand vindt dat ik me niet fatsoenlijk gedraag, dan hoor ik het in de schorsing. Dat geldt ook voor Kees van der Staaij. Ik weet dat we de boosdoeners zijn. Maar laten we alsjeblieft vaststellen dat we hier praten over wat de regering van plan is. En als je kijkt wat ze van plan zijn en je zet het af tegen wat er nu nodig is voor die eeuw van de brugpieper, je ziet hoe ze omgaan met de rijkdom die er nu is, dan begrijp ik die tevredenheid niet. Dan zie ik geen verbinding tussen rechts en links. Dan zie ik dat er hele redelijke vragen worden gesteld en dat die worden weggewuifd. We spraken hier niet voor niets aan het begin van het debat over de aanslag op de rechtsstaat, maar een vraag om meer politie wordt niet beantwoord. We spraken over een aanslag op de rechtsstaat, maar meer geld voor sociale advocatuur wordt niet gevonden. We hebben het over de rijkdom die verplicht. En terwijl kerels achter haardvuren en in t-shirts pochen over wie een investeringsplan bedenkt voor de toekomst, is er geen geld om voor onze gemeente de zwembaden over te houden, de bibliotheken, de opvang van daklozen. Nee, er komt een gesprek over de systematiek, trap op trap af. Is dat een antwoord in een debat? Nemen we daar genoegen mee? Er is een enorme crisis op de woningmarkt. En ik heb complimenten geuit voor de veranderende toon, voor het feit dat de volkshuisvesting terug is in het debat. Maar we weten ook dat de corporaties per saldo meer belasting gaan betalen en dus niet kunnen bouwen wat er nodig is. En dat de huren te hoog zijn. Dat die voor heel veel mensen een probleem zijn in hun dagelijks leven. En als je zo rijk bent als wij nu, en je zegt laten we volgend jaar nog 3,5 miljard in de schatkist gooien en dit jaar nog 10 miljard bovenop de 12 miljard van vorig jaar. Hoe kan je dan uitleggen dat we niet nu in staat zijn wat te doen voor de huurders? Ik heb gepleit voor geld voor de verpleegkundigen. Ook geen graaiers, minister-president. Harde werkers. En u weet dat. U vindt dat ook. U voelt dat ook. Maar ze overwegen hun vak te verlaten vanwege de werkdruk en de beloning. Kon niet. Waarom niet? Het zal niet wegens geldgebrek zijn, hè? Want geldgebrek is niet het probleem van dit kabinet. Het probleem is gebrek aan oog voor wat nu nodig is in de samenleving. En dat is de gouden kans die u hier dreigt te missen. Ik heb gepleit voor geld voor het onderwijs. Niet in de toekomst, theoretisch, maar nu. Voor de leraren in de klas en daarmee voor de kinderen en daarmee voor onze toekomst. Ik heb gepleit voor geld voor de mensen die in het voortgezet speciaal onderwijs werken en betaald worden naar een lagere cao. Weet u wat daarvoor nodig is? 20 miljoen euro. Weet u wat we kwijt zijn aan inkomensvoorziening voor de rijkste expats? 59 miljoen euro. U mag straks die keuze maken. En ik vind dat we met z'n allen zouden moeten kiezen voor die kinderen, voor die leraren, voor onze toekomst. En als je het hebt over het verdelen van de welvaart, dan is niet uit te leggen dat we zeggen tegen gepensioneerden met een klein pensioen, u krijgt 6 euro in de maand. Althans, als uw pensioenfonds het volhoudt. Het is een politieke keuze hoe we de welvaart verdelen. Het is een politieke keuze of we echt investeren in wat voor ons allemaal is. En een land wordt afgerekend niet op de prestaties van de minister van Financiën met zijn koffer. Nee, op de toekomstdroom, op de verdeling van kennis, macht en inkomen. Op hoe we omgaan met de mensen die het niet allemaal meekrijgen. Ik wil wel degelijk winnen. Niet voor mezelf, maar voor de mensen in de samenleving die zo vaak niet winnen. Daar moeten we de besluiten voor nemen in de politiek. Voorzitter, tot slot. Wat is dan de winst? De winst is dat ik het kabinet heb horen erkennen dat er meer geld nodig is voor het bestrijden van het lerarentekort. Maar de verplichting ligt daar. De verplichting ligt daar om dat probleem serieus te nemen en om te zorgen dat er voordat we die begroting gaan behandelen, goed nieuws is voor de leraren, de kinderen en de ouders. Voorzitter, de Partij van de Arbeid zal die plannen steunen die we goed vinden. Die zorgen voor echte vooruitgang. Die zorgen voor nieuwe zekerheid. Want dat is wat de middengroepen, dat is wat de Nederlanders nodig hebben. En voorzitter, we stemmen tegen plannen die dat niet bevatten. Dank u vriendelijk.